Stel, je loopt op het station. Je hebt de afgelopen keren dat je daar liep allerlei posters gezien met de slogan Zij is over. Deze communicatie slaat dan op een persoon die vanaf nu de OV-chipkaart gebruikt. Vandaag wil jij dat ook voor het eerst doen. Je speurt het perron af naar de apparaatjes met die roze tekst en het roze logo. Want je weet dat die kleur hoort bij de OV-chip. Je ziet er een en neemt een sprintje om in te checken. Op het moment dat je jouw chipknip ervoor houdt, hoor je een piep. Een foutpiep. Inchecken mislukt, staat er. Denk je? Vervolgens loop je naar het loket en legt het gebeurde uit aan het NS-personeel achter de balie. De man kijkt je moe aan en zegt: je zou wel wat verkeerd hebben gedaan. Hij drukt je een papiertje in de hand en richt zich op de volgende klant. Je staat paf van zijn gedrag. Wat klantonvriendelijk? De NS-mevrouw bij een andere balie ziet het gebeuren en roept je. Ze zegt. Ik zorg dat het goed komt. Zo de loop met je de aanmeldprocedure, en aan het eind van het verhaal sta je buiten met een chipknip die werkt. Je loopt in een goed gevoel weg om in te checken. Een heel verhaal om je te laten kennismaken met het gedachtegoed van de Corporate Identity Mix: een model dat aangeeft dat je als organisatie je identiteit uitstraalt door middel van communicatie, gedrag en symboliek. Laten we eens op dit model en de reden van haar bestaan inzoomen. Organisaties zijn gebaat bij een positief imago. Dat houdt in dat organisaties gebaat zijn bij consumenten, medewerkers, aandeelhouders, media, die een positief beeld over de organisatie hebben. Dat positieve beeld zorgt er namelijk voor dat consumenten vaker producten of diensten afnemen van de organisatie, medewerkers gemotiveerd aan het werk zijn, studenten op de arbeidsmarkt de organisatie overwegen voor sollicitatie, aandeelhouders vertrouwen hebben en de organisatie financieel blijven steunen. En media minder snel grond zullen vinden voor een negatief artikel in de pers. Een positief imago onder veel of alle belangrijke publieksgroepen heeft dus voordelen voor de organisatie. Om een krachtig imago te realiseren, zullen organisaties duidelijk en consistent hun identiteit moeten communiceren, mits die identiteit natuurlijk aantrekkelijk is voor de consument. Organisaties moeten aan de consumenten of andere publieksgroepen duidelijk maken wat de identiteit van de organisatie is, waar de organisatie voor staat, datgene wat de organisatie karakteriseert, de kernwaarde van de organisatie. Zo heeft Volvo als kernwaarde veiligheid en heeft Rabobank onder andere de kernwaarde persoonlijk. Een organisatie kan zijn identiteit op diverse manieren duidelijk maken. Een model dat dit weergeeft is de Corporate Identity Mix van Weerkit en Stadler. Dat model geeft aan dat je als organisatie je persoonlijkheid communiceert door communicatie, gedrag en symboliek. Persoonlijkheid staat in dit model min of meer voor de identiteit van de organisatie. Communicatie is een geschikt middel om de persoonlijkheid van een organisatie uit te stralen, omdat communicatie snel te ontwikkelen is en inhoudelijk en emotioneel lading kan geven aan de relatie die een organisatie heeft met haar publieksgroepen. Door bijvoorbeeld inzet van een persbericht, brochures, evenementen, public relations, etc., kun je als organisatie vertellen waar jij voor staat. Ook gedrag van de organisatie vertelt wat de persoonlijkheid van jouw organisatie is. Gedrag omvat het dagelijks handelen van de organisatie, haar manier van doen, de waarden en normen van de organisatie. De manier waarop je aan de klachtenlijn te woord wordt gestaan, of de manier waarop een verkoper met je omgaat. Geeft natuurlijk een beeld van de persoonlijkheid van de organisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om klantvriendelijkheid. Gedrag, blijkt uit onderzoek, is het meest krachtig om persoonlijkheid te communiceren. Gedrag beïnvloedt nog meer dan communicatie en symboliek het beeld dat mensen hebben van de organisatie. Het lastig is alleen dat gedrag van personeel moeilijk te sturen is. Sommige organisaties hebben daarom bijvoorbeeld gedragscodes. Maar toch gedrag is minder beheersbaar dan zoiets als de huisstijl. Zowel bij communicatie als gedrag geldt: extern winnen is intern beginnen. Wat je extern communiceert, moet wel intern gedragen en waargemaakt worden. KLM kan wel beweren goede kwaliteit en service te leveren, consumenten zijn pas overtuigd als de stewardess aan boord vriendelijk was, het eten lekker en de vlucht op tijd. Symboliek is het derde element uit de corporate identity mix, dat organisaties kunnen inzetten om hun persoonlijkheid te communiceren. Symboliek geeft beeld aan de persoonlijkheid. Het is het design van de organisatie. Het omvat onder andere de huisstijl, de architectuur en de manier waarop producten worden verpakt. De drie elementen van de corporate identity mix die organisaties kunnen inzetten om hun persoonlijkheid extern te communiceren, staan niet los van elkaar. Ze kunnen elkaar juist ondersteunen en versterken. Een eenduidig beeld van de persoonlijkheid op basis van zowel communicatie, gedrag als symboliek van de organisatie is het krachtigst. Een kanttekening daarbij is dat wat organisaties doen en proberen om identiteit uit te stralen, natuurlijk niet het enige is wat het beeld dat de publieksgroepen hebben van de organisatie beïnvloedt. Er zijn tal van andere factoren die uiteindelijk bepalen welk imago de organisatie heeft bij haar diverse publieksgroepen. En die imago's zijn ook niet allemaal gelijk. Het kan best zijn dat de overheid een heel ander beeld van een organisatie heeft dan de aandeelhouders. En het imago onder consumenten kan weer heel anders zijn dan het imago van de organisatie bij de media. Het gemeenschappelijke van al die imago's bij elkaar over een langere termijn noemen we volgens Michels dan de reputatie van de organisatie.